Welkom bij alweer de derde vlog van De Lange Clubdichter. Mijn naam is Thijs de Lange en om de drie weken presenteer ik een vlog namens Bart's Boekenclub. En daarin presenteer ik een of meerdere gedichten van mijn eigen hand. En geef ik u zodoende een inkijkje in mij als persoon. En vandaag wil ik u een van mijn klassiekers laten horen, al zeg ik het zelf. Er zijn altijd gedichten, zoals bij andere dingen ook heel vaak het geval is. Er zijn altijd gedichten bij mij die die net iets beter zijn dan de anderen, die ik dan ook graag aan het publiek laat horen. Bijvoorbeeld via deze vlog. En het gedicht dat ik voor u ga voordragen, dat heb ik geschreven om eigenlijk het overgrote deel van de mensen een hart onder de riem te steken. Ik zie namelijk dat in de maatschappij heel veel mensen vinden dat ze niet goed genoeg zijn. Mensen die voortdurend twijfelen aan zichzelf en dat vind ik jammer, omdat ik van mening ben dat ieder mens zijn eigen talent heeft en daar best voor mag staan. En daarom heb ik het volgende gedicht geschreven, getiteld Jij mag er zijn, want ik geloof in jou. En ik geloof dat de wereld rekening houdt met jou, want jij bestaat. En dat mag de wereld niet ontkennen. Dus als je denkt, dit is toeval, zoiets overkomt mij anders niet, dan is dat niet waar. Want de wereld maakt zich hard voor jou. En dan nog, ik geloof in jou. Dus gelooft u nou ook eens iets meer in uzelf, hè? Ga ervoor staan. En wie weet wat dat allemaal teweeg brengt. Dit was alweer de derde vlog, dames en heren. Beetje kort deze keer, maar wel krachtig, hoop ik. Ik zie u graag over 3 weken weer terug in De Lange Clubdichter vlog 4. Tot dan.